PCZ Plus is een praktijktrainingscentrum met een afdeling mobiele techniek. PCZ Plus traint voor alle grote trekkermerken en ook voor veel grote grondverzetmerken. Daarnaast hebben we bijna voor ieder merk ook een eigen bedrijfsschool. Dat betekent dat zeg maar, jongens die nog in opleiding zijn, die al wel werken in bedrijf, dat die op de specifieke bedrijfsschool voor het merk zitten, allemaal op het materieel van hun eigen merk. Als je de basisprincipe als het ware allemaal onder de knie hebt, ja, dan is het vrij makkelijk om met de andere merken ook storingen op te lossen en die schema's et cetera te lezen. Wat ons heel erg aanspreekt bij PCZ Plus is de praktische invulling van de cursus. Op de avond zelf theorie geven en vlak daarna het theoretische in de praktijk brengen. Ons didactisch concept, Learning by Doing, we zeggen altijd 20% theorie en 80% praktijk. En die praktijk die vindt plaats in praktijktrainingscentra, maar het kan ook bij de klant zelf. Nederland heeft op zich een voortrekkersrol in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op landbouwwerktuigen. Dat maakt ons heel sterk internationaal gezien. Wij hebben hier de machines met de meest uitgebreide mogelijkheden. In de techniek verandert natuurlijk heel veel. Dus ook de nieuwe zaken komen naar voren. Je moet toch proberen je te onderscheiden ook van de collega bedrijven. Als je je mensen niet ontwikkelt, dan kan je ook niet je bedrijf ontwikkelen. Dus het menselijk kapitaal is de sleutel tot succes, zeggen wij altijd. Als je ook vrijdag weer een glimlach op je gezicht hebt om naar huis te gaan, je veel geleerd hebt en bij je gebracht bent, ja, dat is mooi. De wereldbevolking tussen 2000 en 2050 verdubbelt. Dat betekent dat onze voedselproductie moet verdubbelen. En op het moment dat we bijvoorbeeld Oost-Europa zover krijgen dat die dezelfde productieniveaus halen als wij in West-Europa, is er geen probleem. Dus wij zijn een business unit PCZ Global aan het ontwikkelen, zodat we aan die vraag veel beter kunnen voldoen. Als ik dat bereikt heb, PCZ Global, dan ben ik er ongelukkig. Ik ben trots op dit feit dat ik toch wel een serieus aantal jaren ervaring in de landbouwmechanisatie en grondverzetwereld heb mogen opbouwen. Vanwege mijn leeftijd mag ik die nu naar de volgende generatie overdragen. En daar ben ik best trots op dat ik dat mag doen.